zacht in het maanlicht van nacht. Van een voetstap ging mij. Laat het los, laat het gaan. Nou, ik ga weg. Hoi, daar zit Kirsten niet meer. Hoi, dat is Lily. En dit is Lars. Lars, en ik ben Kirsten. En wij gaan lekker tekenen. Tekenmeisjes. Tekenmeisjes. Lars, jij houdt heel erg van tekenen, hè? En je hebt gewonnen. Dus je mag lekker met ons meetekenen, omdat je zulke mooie tekeningen maakt. En wat wil jij vandaag tekenen? Elsa. Elsa, en waarom wil je Elsa tekenen? We maken deze mooi. Omdat ze mooi is. Omdat ze zo mooi is. Ben je een beetje verliefd op Elsa? Nee. Nee, dat niet. Dit is een hele mooie Elsa. Ja, die moet je niet laten zien. Ze mogen natuurlijk niet weten dat we hier voorbeeldjes hebben. En ze kan ijs toveren. Ja, dat is het coolste, toch? Let it go. Let it go. Ik heb ook go. Kijk, en hoe vaak heb jij Frozen gekeken? Drie keer of zo, vier. Zo weinig? Nee, ik weet het niet. Ik heb het nog vaker gekeken. De tekenmeisjes. Wat hebben we nodig? Een blaadje. Een blaadje. Potloden. Potloden. Een gummetje. Gummetje. Puntenslijper. Puntenslijper. Dit zijn Lars de fineliners. Die heeft hij expres voor vandaag meegenomen. Kleurpotloden. De kleurpotloden. Dan gaan we beginnen. Tekenmeisjes. We houden het blaadje rechtop. Oké, nou we beginnen met het gezichtje. We tekenen het gezicht zo. Oké, zo. Ja. Want hier komt het oog en dit is de kinnetje. Zo. En dan gaat het hier weer omhoog. En dan tekenen we alvast de bovenkant van de haar. Ik vind het een zijn een soort golfjes zo. Hoe doe je dat? Hier een streepje naar deze kant. En hier zo een boogje naar die kant. Zo. Het zijn allemaal plukjes. Ja, en dan teken je hem zo. Woep. Loep. Deze. Zo eigenlijk. Dan maken we de wenkbrauwen. Want hier komt het oog en net daarboven zitten de wenkbrauwen. Wenkbrauw hier. Ja. En onder de wenkbrauwen komen de hele grote ogen, heeft ze, hè? Mij ziet het er echt raar. Dit komt zo. En dan heeft ze die mooie grote pupillen. Kijk, ze een beetje zo aan zo. Er zijn eigenlijk twee rondjes. En dan maken we boven op de oog de wimpers. Wimpers. Hoeveel? En dan naar de andere kant. Zoveel als je wil. Ze heeft wel hele mooie wimpers, Elsa. En aan de onderkant heeft ze dat ook. Die zijn wat korter, die wimpertjes. Hoe kan je dat? Heel veel oefenen. Van proberen kun je? Ja, je moet gewoon doorgaan. Dan komt het alles meestal wel weer goed. Oké, en dan nu komt zo'n streepje van de neus. Oh, dat is echt grappig. Zo? Ja, heel goed. Ja, goed zo. En dan komt de lach. Ze lacht een beetje zo. Heel klein beetje. Dan teken ik de lip aan de bovenkant. Goed, kan je. En de lip aan de onderkant. En dan maken we een nekje zo. Oh, in het midden? Net onder de kin. Ja. Oh, zo. En dan maken we de vlecht. En dan maken we vanaf dat plukje hier, zetten we een streepje
zo een beetje bol naar beneden. En dan komt er weer een streepje, een beetje bol naar beneden. Dan doen we nog hetzelfde streepje, maar die gaat een beetje meer zo. Zo. Dan komt er aan de andere kant een streepje. En dat is dan een vlecht. Een streepje zo. 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 En dan weer een streepje ik zo. Ik heb nog niet. Zo. Je doet een streepje zo, zo. En een streepje zo, zo. Ja, maar... Een streepje zo, zo. Ja, maar hij lukt het echt niet hoor. En een streepje zo, zo. Ja, je kan wel zo, 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 zo zeggen. Je moet het gewoon goed uitleggen. Oké, nog een keer. Zo. Ik doe het nu heel langzaam, ja? We hebben het streepje zo gemaakt. Ja. Ja. En daaronder hebben we het streepje ook weer zo gemaakt. Ja, zo. Ja. Even dieker. En dan hebben we dat streepje hieronder ook weer zo gemaakt. Ja, ja zo. Ja. Dat is de ene kant van het vlecht. En dan komt aan die andere kant komt het streepje zo. Zo. Waar? En dan zo. Deze noemen we zo. 1. Deze noemen we 2. Nee, dat is 2. Ja, 2 komt hier. Eentje zo. En daar komt er eentje zo. Dat is 1, 2, eentje. Die gaat weer net iets naar onder. Dan komt 4. En vier, daar. En dan komt 5. En die gaat dan weer tussen 3 en 4. Zo. Zo. En dan komt nummer 6. En dat is eigenlijk hetzelfde als 2 en 4. Die gaat dan weer zo. Zo. En dan moet deze eraan. Ja, die moet er dan aan. En dan moet deze dicht? Nee, want dan komt weer nummer 7. Oh, en dan komt nummer 7. Die komt dan weer zo. 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 En dan komt deze nummer 8. Aan. En dan moet eigenlijk telkens ietsje dunner worden naar beneden. Zo. 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 Kijk. Het uiteinde wordt steeds wat dunner, dus die boogjes die je maakt, die worden steeds een beetje dunner. En dan maak je zo. En dan maak ik er gewoon up, een elastiekje in. Moet je... Dan kan je hier een streepje maken. Ik voel het nog even goed uit. En dan maak je daaronder de plukjes. Van het einde van de vlecht. En dan gummen we snel de cijfertjes eruit. En dan hebben we de vlecht. Die is moeilijk, hè? Ja. We hebben wel een mooie vlecht nu, toch? Let it go, let it go, let it go. De tekenmeisjes. En nu gaan we door naar de jurk. Yes. En we gaan er schouders. Zo hier. Ja, wij hier het streepje van je nek. Doe je zo. En dan doe je hier een klein streepje. Ja. Dan doen we zo een boogje zo. Klein boogje. Zo. En het gaat dan aan de andere kant van de vlecht. Zo. Verder. Zo, en dan er een beetje onder. Een boogje. En dan gaat hier weer verder. Oh, zo. Ja. En dan gaat hier weer verder. Ja, en dan weer een beetje omhoog. Ja. Gaan we hier verder met de andere schouder. Vanaf dat stukje waar je net was gestopt. Daar komt zo de borst. Spierbal. En die gaat zo weer... ja, precies. Die gaat zo weer omlaag. En de schouder die valt hier een beetje weg, zo. Hè? Maar die komt hier, komt de arm weer tevoorschijn. Oh, doei. Ik ben weer terug. Maar hoe lang is je bovenarm? Oh, je bij tegen je navel. Ja, een beetje bij je navel, hè? Dus als hier, dat zien we natuurlijk niet, want ze heeft een jurk aan. Als daar de navel zit, dan moet hier de elleboog komen. En ook aan de andere kant. Dus we gaan hier de elleboog maken. Dan gaat de armpje weer omhoog. Zo. Omhoog. Dan gaan we verder met het handje. We maken hier zo een puntje. Dat is de jurk. Ik heb geen punt. En dan maken we de hand. Wacht, ik heb geen punt hand hoor. Nee, jij niet. Je bent ook geen Elsa, toch? Hé, hey, hoe maak je dat? Mag je hebt eerst een handje zo. Ja, handje zo. En een handje zo. Dan maak je één pinkje. Hey, ik heb zo. Pinkje. Pinkje.
Vingertje. Vinkie. En daarnaast? Vingertje. Vingertje. Ja, poepje. Poepje. Ja, en dan blijf ik het gewoon nog een paar vingertjes maken. Nou, we hebben een hele dikke vlek gemaakt. Dus het klopt niet echt als we dan zo ver de schouder daar aan zien. Dus we gaan het toch een beetje anders doen. De schouder, die komt wel hier. Hé, hey, je hebt het uitgegrund. Moeten wij ook uitgrunnen? Even zo. Zouden we maar beter blind zijn? En dan maken we ook daar weer de puntje. Puntje van de... Puntje? Van de mouw. Zo, puntje van de mouw. Uitgrunnen. Dan maken we hier ook weer een hand. Ja, het is niet heerlijk. Even serie. Even serie, ik wil even serie. En dan gaan we de jurk verder maken. Komt. En dan heeft ze hier, heeft ze... De kont. Ploep. De kont en de benen. En heeft ze hier ploep. Ploep, ploep. Ploep. Ze poept. Ploep. 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 Zo, ploep, scheepje. Ploep. Ja. En dan komt daaronder, komt de jurk helemaal naar beneden. Hey, tot. En even jurk die heeft een soort van poppetjes. Poppetjes. Plooitjes. En aan die kant gaat de jurk ook zo naar beneden. Let it go. En dan een paar streepjes zo. De arm zit een beetje zo ervoor. Dus je moet er jurk. Moet je zo aansluiten. Ik ga deze niet zo. Inkleuren, hè? Ik Tuurlijk deze... wel. Ik kan hem niet inkleuren. Ja, en dan hebben we nog de sleep. Sleep. Die komt zo achter de cake. Arm. Sleep, cake, wat is het? Komt zo achter de arm. Oh nee. Zo moet het niet. Er zit ook met allemaal golfjes in. Ik zie wel dat het allemaal Elsa'tjes zijn hoor. Nee. En dan doen we nog op de hand doen we een sneeuwvlokje. Want ik kan een hele mooie sneeuwvlokje. Ik leg het uit. Ik ga het niet linie doen. Ja. Dan maak je een soort van vierkantje. Oh. Ja. Ja. En dan ga je een stukje omhoog. En dan weer. En dan weer. Oh ja. Ik heb hem. En dan ook aan de andere kant. Ga je naar beneden en maak je weer zo'n vierkantje. En zo ga je dan door met elk stukje. Ja. Nou, dan laat ik de mijne alvast even zien. Dat is Elsa. Deze is van mij. En deze is van Lars. Echt gek, en ik kan van proberen kun je? Weet ik al. En dit is die van Lily. Mama, ik kan even inkleuren. Nee. Wat doen we ook alweer als we gaan inkleuren? Dan? Spoel. Is mijn Elsa geworden, helemaal ingekleurd en al. En dit is mijn geworden. Ja, even een beetje dichterbij. Ook helemaal ingekleurd en al. Ja. Wow. En dit is mooi. Lars. Lars, een mooie Elsa. Wat waarom doe je? Oké, nou Lars, leuk dat je er was. Ik hoop dat je het leuk vond. Nee. Tot de volgende keer. Duimpjes omhoog. Abonneer op ons kanaal. Zodat je nooit een leuke tekenles hoeft te missen. En als je hebt geabonneerd, dan staat er een belletje. En als je op dat belletje krijgt, krijg je steeds een berichtje of iets. Ja. Wanneer er een nieuwe video is. Doei. Zeg dan ook doei. 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 En als je zelf een tekening hebt gemaakt en die wil je laten zien, dan kan je naar Facebook gaan, naar de tekenmeisjes of naar Instagram. Dat is de-tekenmeisjes.
En dan kan je een foto plaatsen. Dat vinden we heel leuk om te zien hoe jij tekent. Doei!